Schweizer van Piersien komt uit de lichting 217-218 en is met succes doorgeschoven naar dit verrichtingstraject. Door zijn expressieve hoofd, zijn verticaal gestelde hals en veel behang is hij een zeer rassige hengst. Hij is lang gelijnd en staat goed in het rechthoeksmodel. Het middenstuk is iets gezonken en het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. Tijdens het onderzoek valt zijn looplust en gedragenheid in de draf positief op. In de draf kan hij goed schakelen en heeft hij veel balans en gedragenheid. De stap heeft zich tijdens het onderzoek verbeterd en toont voldoende ruimte. De ruiters en mennes zijn zeer te spreken over zijn bewerkbaarheid en instelling. Met name in de draf is hij fijn te rijden en toont dan een goed schakelend vermogen. De glob is nog groot en kan hij meer gedragenheid ontwikkelen. Als rijpaard heeft hij ruim voldoende aanleg. Voor de wagen laat hij veel houding zien, beweegt met gedragenheid en is goed bewerkbaar. Als tuigpaard toont hij zeer veel techniek in zijn bewegingen, heeft een goede houding, maar kan er nog iets meer in klimmen. Als tuigpaard heeft hij dan ook veel aanleg. Schweizer van Piersien is een zoon van Lodewijk 431 en komt uit de sterrenmerrie van Beert met erachter de moeders Oepke en Naan. En dan komt de best fokkende Nannemerrie Wijkje en hebben wij het over de bekende Benedictusstam. Wijkje komt als grootmoeder van Lodewijk 431 ook tegen in de vaderlijn. Dan komen dus de moederlijn en de vaderlijn weer bij elkaar. De hengsten Djurf 284 en Tjerk 328 komen ook uit deze lijn. Schweizer van Piersien kan ras, front, bewegingstechniek en instelling verbeteren en op raskenmerken een positieve invloed hebben. Schweizer van Piersien wordt ingeschreven met de naam Waander 512.